Elke week bij Privé beoordelen we de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste bubbels en wie ziet er dus uit om door een ringetje te halen? Maar wie oh wie slaat de modeplank finaal mis? Deze week zijn we bij de show van Monique Collignon in restaurant Stork in Amsterdam. We beginnen met Inge Ypenburg. Gedurfde kleurstellingen bij Inge. De knalgele top en het hemelsblauwe jasje vormen een prachtige combinatie die ze stijlvol afmaakt met een witte tas en een zwarte pantalon. Drie glaasjes. Het prachtige one-shoulder jurkje van Monique Collignon wordt eigenlijk teniet gedaan door de felgekleurde laarzen die alle aandacht naar zich toe trekken. Jammer, want alleen het jurkje had al volstaan. Vier glaasjes. De altijd scherp geklede Regilio Duur laat hier weer een strakke combinatie zien met als opvallend detail het overhemd. Laura Zeeuwen ziet er beschaafd en door het gebruik van de hoed ook modisch uit. Vier glaasjes. De Navajo omslagdoek van Xandra Brood is een prachtige blikvanger en helemaal een hot item voor deze herfst. Ook dochter Holly maakt een goede keuze met dit simpele zwarte jurkje. 3,5 glaasje. Mooi zilver is niet lelijk, dacht Shazia Murali toen ze voor de spiegel stond. En ze heeft gelijk. Een eenvoudig deupjes wordt extra knallend door de opvallende zilveren stof. Normaal zijn wij niet zo'n fan van musketierslaarzen, maar hier doen ze het goed. 3 glaasjes. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen.